voor mijn verjaardag. Een rondje vliegen. Een rondje vliegen en dat gaan we dus vandaag doen. Even genieten. Nou, deze groep fanatieke supporters mag ik jullie wel noemen, hè? We doen ons best, hè? Ja. Die stonden mij gewoon net op te wachten, want het is mijn verjaardag. Ah, nog meer om lekker te ruiken. Ik hoop niet dat dit een hint is, maar... super lekker, jongens. Dankjewel. Ik doe een cursus taart pakken. Ja. En nou heb ik speciaal voor jou een taart. Clipjes eraf. Wauw, dit is niet zomaar een taart. Geweldig. Alsjeblieft. Zoom eens even in op deze taart. Iemand zetten. Wauw. Dit heb je allemaal zelf gemaakt? Ja. Jeetje. Hij is een beetje mislukt, want eigenlijk wordt het logo iets anders. Maar... ah joh, met een beetje fantasie zie ik gewoon dat logo weer hoor. Mooi. Mooi hè? Heeft ze gemaakt? Ja. Heel mooi. Echt heel mooi. Hey, bijna zonder. Hey, bijna zonder om op te eten, toch? Ja, maar echt. Ja, hij is echt heel mooi. Weet je, ik kan het niet hoor. Jullie krijgen allemaal cadeautjes. Hallo, ik ben net jarig geweest en ik heb geen één cadeau gekregen. Ja, je moet ze precies op de dag zelf treffen. Ja, inderdaad. Ja. Maar, ik had het zelf door, helaas. Dat ik dus niet. Jij mag ook een stukje van mijn taart. Ja. Nou, kijk. Oh, nog meer kaarsjes. Jullie schatten mij wel romantisch in, hè? Maar dat klopt hoor. Heel je huis vol. Oh, het houdt niet op. Het houdt echt niet op. Lekker met mijn rode kop hier. Ja, heerlijk. Oh. Wow. Het past perfect bij je. Oh, zo'n vriendschapsarmband. Ja. Ines, kom eens. Misschien kan ze even jouw oor fluisteren wat het is. Want het schijnt heel leuk te zijn. Ja. Moet ik het vertellen, Ander? Nee. Ines krijgt nu te horen wat ze nog meer voor me gemaakt heeft, maar wat er nog niet is. Oh, het speciaal staat. Oh, wat leuk. Is het leuk? Heel leuk. Spannend. Oh, alleen dat heeft de fabriek. En dit is een soort... een gelukshartje. Nou, dit kan ik wel gebruiken na dit seizoen, hè? Zeker. Oh, dat is ja, wij hopen dat je de volgende seizoen weer... nou, dat hoop ik ook. De volgende 9 minuten weer drank. Want dit trek ik weer. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Dankjewel. En dank jullie allemaal. Nou, ik ben vandaag dus jarig. En 2 jaar geleden op mijn verjaardag heb ik van Peter een heel leuk cadeautje gehad. Ja. Namelijk? Een rondje vliegen. Een rondje vliegen. En dat gaan we dus vandaag doen. En we gaan naar? De arena uiteraard. We gaan even een rondje boven het stadion. En daarna gaan we naar Texel. Leuk. Ja, mooi weer. Dus, een drankje doen op Texel. Een drankje doen op Texel en weer terug. En weer terug. Ja. Dus, en Peter en ik kennen elkaar echt al... zo. Vanaf de peuterspeelzaal. Dus, hoe lang? Bijna 30 jaar later. Nee, overdrijf. 25 jaar later gaan we samen de lucht in. Ja. Dus, wel heel spannend. Ja. Dit is het vliegtuig. En we gaan het gereed maken. Oh, we gaan er net weer eentje de lucht in en daar ook. Dus, ik vind het wel spannend. Nou, dit was een beetje een vreemde week voor ons team. We hadden geen competitie. Dat komt natuurlijk omdat we 7 teams hebben. Dus een oneven aantal. En deze week waren wij het 7e team. Dus een beetje een ander soort week. Veel trainen en niet het hoogtepunt van de wedstrijd. Wat deze week centraal stond was natuurlijk de ontknoping van de eredivisie van de mannen. En ik ging er eigenlijk 100% van uit dat het ging lukken. Bij de mannen van Ajax en dat ze zouden winnen en dat we een mooi feest zouden hebben op de club. Maar dat is vandaag helaas niet gelukt. En ik vond het echt super sneu en
ja, ik ben er echt wel ziek van. Echt, ja. Het is natuurlijk heel mooi dat het zo spannend is tot aan de laatste wedstrijd. Maar ja, ik voelde wel mee met die jongens. En maar goed, dat is topsport. En ja, dat schud je ook wel weer even wakker. Want dan denk je van, ja, wij zijn er ook nog niet met de vrouwen. We staan wel 3 punten los, maar wij moeten bijvoorbeeld nog tegen Twente. En nog tegen PSV. Ja, nu moeten wij in ieder geval maar kampioen worden. En daar gaan we nu voor. Vrijdag spelen we thuis tegen Telstar. Dus ik hoop dat jullie ons dan aankomen moedigen. En dat we dan de volgende stap kunnen zetten naar de titel. Op het strand, dus dat is natuurlijk wel de ultieme vakantie en verjaardag.